Welkom ook namens mij allemaal hier in het Nationaal Holocaust Museum. Ik ben de conservator in het Joods Cultureel Kwartier en ik ben heel blij dat ik vandaag hier met jou zit, Jaap. Meestal is het mijn collega Esther Goebel die in de serie die Sarah zojuist beschreef de interviews afneemt. Esther kon vandaag niet en daarom was ik heel blij dat ik vandaag met jou het gesprek mocht voeren. We kennen elkaar inmiddels 19 jaar. Zo lang werk ik namelijk voor het Joods Cultureel Kwartier. En ik heb jou gelijk in een van die eerste maanden leren kennen als lid van de Raad van Toezicht van de Hollandse Schouwburg. Ja, vandaag ben je hier niet als lid van de Raad van Toezicht. Maar je bent hier omdat je op 1 augustus 1939 bent geboren. Dat is een maand voordat Europa in brand stond. Een maand later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Je bent geboren als eerste en enige kind in een gezin. Kun je ons iets vertellen over waar je ter wereld kwam en het gezin waarin je werd geboren? Annemiek, het is voor de eerste keer dat ik je op een ongerechtigheid moet betrappen. Oi. Want wanneer is Beatrix geboren? 29 januari 1938, op die dag heeft mijn moeder een meisje ter wereld gebracht. Die heette Margaretha Beatrix Wertheim, maar die heeft maar heel kort geleefd. En toen ben ik 1 augustus 1939 ter wereld gebracht. En ben om de reden dat er een ander kind was geboren, te vroeg was geboren en overleden is, heeft mijn moeder en mijn vader bedacht dat ik dan maar in het Rooms-Katholiek ziekenhuis in Gelderop geboren moest worden. Dus ik was niet de eerste en niet de enige. Na de oorlog wel de enige en eigenlijk nog steeds de enige. En in Gelderop dus? Ja. Maar daar woonden je ouders niet? Nee, die woonden in Eindhoven. Mijn vader was tabaksmakelaar. Wij woonden in het Witte Dorp. En toen, gezondheids- en veiligheidsoverwegingen ben ik in Gelderop, het was het ziekenhuis het dichtstbij zijnde, ben ik in Gelderop geboren. Met de medische zorg omringd. Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Het enige wat ik nog wel heb willen weten, is of ik daar nou ook besneden ben. Want dat speelt natuurlijk later in de oorlog ook nog wel mee, misschien nu ook nog wel, maar het feit dat wou ik te weten zien te komen, maar dat is niet meer gevonden. Je ouders woonden, dat zei je, in Eindhoven. Daar staat het ouderlijk huis, het eerste ouderlijk huis waar je woonde. Ja. Wat voor gezin was het, de familie Wertheim? Nou ja, Piep Klein was dus een vader, Herman. En een moeder, Esther Rozenveld. En we woonden toen, we zijn eerst in de Prins Hendrikstraat ingewoond bij mijn grootmoeder Cohen. Ik heb twee grootmoeders Cohen. Grootmoeder Rozenveld was ook een meisje Cohen. En grootmoeder Wertheim was ook een meisje Cohen. En die woonden in de Prins Hendrikstraat. Daar hebben wij een tijdje ingekwartierd gezeten. En toen kwam in het Witte Dorp. Dat was een Eindhoven-Zuid, door Dudok. De architect gebouwde wijk. Daar heeft mijn vader en moeder hebben toen een huis gehuurd. Er is ook een gedenkboek over dat Witte Dorp. En daar hebben de eerste inwoners staan in het volgorde van de huizen en zo in dat boek. Alleen bij de Peter Zonderstraat 24, daar staat geen naam. Dus in de oorlog is die naam eruit gewist. En bij het maken van dat boekje hebben ze dat maar niet hersteld. Dus de Joden woonden niet meer in de Peter Zonderstraat in het Witte Dorp. Ik gaf al aan, je bent geboren echt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die brak voor Nederland een klein jaar daarna uit, in mei 1940. Wat heb je kunnen reconstrueren over die eerste oorlogsjaren daar in Eindhoven? Nou, eigenlijk heel, heel weinig. Ik ben ondergedoken toen ik een jaar of 2, 3 was. Die datum weet ik natuurlijk überhaupt niet, maar later hebben iedereen gezegd dat ik 3 jaar ondergedoken ben geweest. Dus 42, daar kan ik me niks van herinneren. Ik weet wel dat mijn vader zich nogal excentriek door Eindhoven heeft bewogen.
Eindhoven was toen de plaats waar Philips was gevestigd. Ik ben uiteindelijk in Rotterdam gaan studeren. En daar was ook een ouderejaars, heette dat, Warner Philips. Die kwam uit Eindhoven en daar raakte ik mee bevriend. Dat is weer een heel ander verhaal. Dat heeft iets te maken, dat heet morele herbewapening. Dat is weer familie Tolk van mijn echtgenote, had er iets mee te maken. We waren bevriend met die Warner. En ik word gevraagd op zijn huwelijk in de golfclub, in rok, pandjesjas, witte das. En daar staat de oude Philips bij de deur. En stelde me voor, ik had hem al een paar keer eerder ontmoet bij het kandidaats van Warner. En een groot feest, en midden in de nacht. Dus ik zit op de grond met allemaal leuke dames en heren. En dan komt de oude Philips op mij af. En die zei, meneer Wertheim, mag ik u iets vragen? Je was altijd nog meneer student. Ik zei, ja hoor, meneer Philips. Zei ik, ik ken een Wertheim uit Eindhoven. Zou dat familie van u kunnen zijn geweest? Ik zei, ja, mijn vader. Ja, zei hij, het was ook nog iets vreemds met hem. Ik geloof dat hij af en toe in de gevangenis zat. Oh, dat zei ik, dat is mijn oom. Dat was een kleptomaan. Ja, zei hij, en die had een broer. Ja, dat is mijn vader. Ja, zei hij, nou, die reed te paard door Eindhoven, want die moest eerst zijn fiets inleveren en toen zijn auto inleveren. Dat weet ik weer van mijn moeder. Toen heeft mijn vader een paard gekocht en ging boodschappen doen te paard door Eindhoven. Dat was een beetje een, ja, idiote man, weet ik tenminste waar ik het van heb. Maar het was dus wel een leuke kerel. Maar ook vindingrijk dus. Ja, ja, en toen was, daar komen we zo meteen misschien op, iets over de Rodenbachlaan. Ik had oom Is. Oh, Margaliet zit in de zaal. Ik weet niet of ze dat weet, dat is een nichtje. Ja. Haar moeder is ook een Rozenveld. En er was namelijk, en Martijn is er ook in de zaal natuurlijk. We hebben samen opa Hartog Rozenveld. En die had een nichtje. Tante Bets. Tante Bets de Wit. En tante Bets was met oom Is en tante Louis. Ik weet niet meer, nee, oom Louis en tante Pien. Die woonden allemaal in de Rodenbachlaan. Die hadden een postzegelwinkel. Dat was een hele beroemde postzegelwinkel. De Wit. De Demert in Eindhoven. En die waren opeens op de een of andere manier in de gevangenis terechtgekomen. Of opgepakt voor diefstal of zwart geld. Weet ik veel wat het was. Toen moest iemand die zaak waarnemen. En dat heeft toen mijn vader gedaan. Want hij was blond en blauwe ogen. En niemand had enig idee dat hij het een Joodse man was. Dus hij deed allemaal geestige dingen. En hij had ook erg veel last met de belastingdienst. Want iedere sigaar moest gebanderoleerd worden voor de belasting. Vertel, wat had hij met sigaren? Zijn vader had een fabriek, Wertheim en Zoon, en die maakte sigaren, een sigarenfabriek. Maar toen was mijn vader 15 en toen ging mijn grootvader, Wertheim, die dus met die mevrouw Cohen was getrouwd, die overleed. Toen heeft mijn vader die sigarenfabriek voortgezet. Maar hij had niet zoveel behoefte om al die sigaren te banderoleren. Dus hij nam ongebanderoleerde zijn sigaren mee naar huis. Ja, dat doe ik, dat deed mijn moeder, zei dat verhaal. En dan stonden ze grote dozen en dan kwam er wel eens een inval van de Belastingdienst om te kijken of er niet ongebanderoleerde, niet belastingbetaalde sigaren waren. En ja hoor, die waren er. En dat herinner ik me dan weer na de oorlog, dat ik weer terugkwam in dat huis waar ik woonde, dat iedere week stond er wel een deurwaarder, die hadden vroeger blauwe linten om, met een aangifteformulier en een straf dat belasting moest betaald worden. En dat was nog steeds van die ongebanderoleerde sigaren van voor de oorlog. Van voor de oorlog. Dus het was een beetje een, originele man. Belastingontduiking vooruit. Dus via Frits Philips en via andere familieleden en ook via je moeder kwamen er dingetjes terug bij mij. Ja. Maar ik weet er verder niks van. Mijn herinnering van Eindhoven en dat huis waar ik ben teruggekomen, dat komt pas na de oorlog. Ja. Maar van voor de oorlog niet. Beetje een gekke man. En ze gingen ook altijd uit. Je ze ouders. Gingen veel uit. Je ouders. Ja, mijn vader was wel to do, begrijp ik. Want iedere jaar, zei mijn moeder, was er een nieuwe auto. Dus die gingen dan naar Turnhout, gingen ze winkelen. Naar België, het was vlakbij België. Nee, het was wel een mondair type. En de Joodse gemeenschap in Eindhoven, hadden ze daar veel contact mee? Of? Kan ik je niet vertellen. Ik weet alleen na de oorlog. Dat was pieper de piep. Ja, geen wonder, dat was het overal. Ik weet ik niks van. Ik herinner me dat ik in 46 naar een Purimfeest moest. Nou ja,
een soort carnaval. Ja. Toen had ik de eerste prijs, omdat ik zo leuk verkleed was. En toen wou ik een auto hebben. Er was ook een trui. Een wollen trui. Er was helemaal geen wollen trui. Dus mijn moeder zei, je moet die wollen trui kiezen. Dus ik had de eerste prijs, mocht ik eerst kiezen. Maar ik wou die auto. En toen had ik gewonnen. En toen begreep ik dat ik mijn moeder kon manipuleren als enigst kind. Overlevende. Verschrikkelijk. Ik heb daar misbruik van gemaakt. Zeg. Pardon. Dat is, we praten zo meteen over na de oorlog. Je hebt denk ik heel mooi je vader kunnen beschrijven zojuist. Oh. We hebben nu de eerste 2 jaar van die bezetting. Eindhoven is een kleine Joodse gemeenschap. Er wonen relatief veel Joodse vluchtelingen. Oh. Jouw ouders besluiten op een gegeven moment om niet af te wachten, maar actie te ondernemen. Wat besluiten ze? Wat doen ze? Ja, dat is al uw vragen zijn goed. Maar dat is natuurlijk heel wezenlijk. Er is ook iemand op gepromoveerd waarom er in Brabant zoveel overlevenden zijn. En mijn vader en mijn moeder hebben overlegd hoe dat nou moest met die oorlog. Ze hadden toch in de gaten dat er iets niet helemaal kosher was, of helemaal niet kosher. Laten we apart onderduiken. En apart, dus heel nadrukkelijk, ja, niet samen. Dus jij, Esther, ik, Herman, had zich aangemeld om bij de Engelse luchtmacht, Air Force, te gaan dienen. Die had kaartjes gekocht om via, God weet wat, België, Frankrijk, Spanje naar Engeland te gaan dienen bij de Air Force. Had een vals paspoort gekocht. En was van plan daar naartoe te gaan. Hij is onderweg verraden door degene bij wie hij de kaartjes had gekocht. Dat is ook zo'n leuk, prettig verhaal. Vertel dat eens. Ja, ik weet natuurlijk niet precies. Maar wat je weet. Maar wat ik weet. Dus mijn vader zei, ik ga. Ja, zoals iedereen nu, als je met iemand praat, heeft iedereen in het verzet gezeten. En iedereen heeft Joodse mensen in de onderduik gehaald. Sorry, dat is een... Hij zei dus, ik ga in het verzet en had de kaartjes gekocht en ik weet niet bij wie. Dat ben ik aan het uitzoeken. Oh, dat had ik ook willen zeggen. Maar je mag niet meer in het Nationaal Archief zoeken naar mensen. Want ze zouden misschien nog kunnen leven. Hmm. Ook verraders. Dus mijn vader had die kaartjes gekocht. Mijn moeder zei altijd bij een vriend. En de vriend had het geld ontvangen en was ogenblikkelijk... Toen hij het had afgeleverd en mijn vader in een bepaalde trein naar Brussel zat, naar de Duitsers gelopen. En had tegen de Duitsers gezegd, in die trein zit iemand met een vals paspoort en een valse naam. En dat is eigenlijk Herman Wertheim, dat is een Jood. En de Duitsers hebben daar naar geluisterd. Mijn vader zat nog niet in de trein met zijn beste vriend meneer Blomhof, de slager uit de Vrijstraat. De straat in Eindhoven, en daar staat de Grüne Polizei. In de coupé. In de coupé, zei Zizi, die her, weet ik veel was. Maar Ausweis bieten, Wertheim. Dus daar, dat was wel een schrikverhaal toen ik dat later hoorde. Je gaat naar iemand toe, je koopt je kaartje en die man die verraadt hem meteen. En ik was stom verbaasd en vroeg aan mijn moeder, heb je er iets aan gedaan? Ja, zei ze. We zijn een proces begonnen tegen deze man. En ik ben nog steeds aan het zoeken wie het nou wel was. Spruit en Van Rietschoten. Wat zeg je? Spruit en Van Rietschoten. Nee, die was het dus niet. Oh. Nee, oké, okay, maar maakt niet uit. Zij dacht dat die man okay, Van Rietschoten, maar het was het niet. En, wacht even. Je moeder wilde een proces. Ja, proces. Beginnen. Maar dat is een proces is geweest bij de bijzondere rechtspleging. En daar ben ik naar gaan zoeken, maar ik kon nog niet vinden. Dat doet er even niet toe. Hij was vrijgesproken. En daar ben ik nog steeds zo verbaasd over. En ik heb eens een keer voor 4 mei bij de herdenking erover gepraat. Ja. Wat moet je daar nou van vinden? Want waarom was hij nou vrijgesproken? Is het verhaal. Ik heb het nooit kunnen opzoeken. Het mag nog steeds niet. Archieven zijn nog steeds niet vrij. Wat was er nou gebeurd? De verdediging zei, de man heeft heel veel mensen geholpen. Tientallen. Maar om er tientallen te helpen en het vertrouwen bij die Duitsers te houden,
moest hij er één verraden. Ja, pech. Maar hij heeft er tientallen geholpen. Eén verraden. Ja, pech. Nou, twee in ieder geval. Dus ook de vriend van je vader, ook Blomhof. Ja oké, je hebt gelijk. Dus dat is toch, heeft er acht gered. Hè? Zoals dat, als, ik deed in mijn voorbeeld 10 geholpen, 2 verraden, 8 gered. Nou, dat is positief, dus hoef je hem niet te straffen. Nou, dat vind ik eigenlijk nog steeds niet goed. Het is geen optelsom. Dus jouw vader, Herman Wertheim, ja, verdween. Die zag je niet meer. Die was opgepakt. Nee, ik had... En je moeder, wat deed die? Want ze besloten dus uit elkaar, apart. Ja, iedereen apart. Ik dus dan via zeg maar, die middelvrouw, middelman, waar je kinderen kunt opgeven van die wil onderduiken. Dat is dan via iemand met Philips terechtgekomen, ben ik in Laren terechtgekomen. Heel prettig, daar komen we nog over te praten. En mijn moeder, die moest onderduiken. Nou, was mijn vader, ik weet het niet helemaal zeker, ik weet niks zeker natuurlijk. Die was begaan ook met de rest van de familie. Hij had nog een schoonvader, Hartog Rozenveld, en een schoonzusje, Nettie Rozenveld in Amsterdam. Hè. Tante Nettie werkte hier in de crèche en bij de SIS. En mijn vader vond het onverstandig dat die mensen in Amsterdam bleven. Dus die heeft herhaalde malen naar horen zeggen, mijn tante en mijn grootvader, onze grootvader, over proberen te halen om naar Eindhoven te gaan. Ja. Nou, tante Nettie is gekomen en die is later omroepster geworden. Eindhoven, dat was Philips en zo. En die is gekomen en heeft samen met mijn moeder ondergedoken. Zijn ze samen af en toe ondergedoken. Mijn grootvader niet. Die zei, nee, kom op, plicht is plicht. Ik ga hier naar de Hollandse Schouwburg. En ik met mijn koffertje. En die is dus afgereisd naar Sobibor, als ik het zo mag zeggen. En mijn moeder is dus gaan duiken. En nou, weet je hoe ze dat heeft geregeld? Ja, nou niet helemaal. Maar ik weet wel, bij hindsight, als je ook kijkt welke mensen nou nog leven, ja, dat is een beetje een klassejustitieverhaal, maar alle rijke mensen konden weer de oorlog overleven. Die hadden geld om hun onderduik te betalen, want die schattige Nederlanders, die iedereen zo geholpen hebben, die wisten ook wel dat de Joden geld hadden en als ze ondergedoken moesten worden, wilden, ja, dan moest je betalen. En mijn moeder had gelukkig kennelijk het geld om te betalen. Niet de hele oorlog. Maar ze heeft een aantal adressen gehad waar gewoon betaald moest worden. Dank u wel. Dus dat heeft mijn moeder gedaan. Die heeft ook de meest idiote verhalen, ook met tante Nettie. We hebben, dat klinkt gek, na de oorlog, vreselijke verhalen. Afgelachen wat er allemaal gebeurd is. En ik heb altijd aan mijn moeder gevraagd, schrijf ze nou eens op. Of dicteer ze, of doe er iets mee. Echt de verhalen, ja, misschien zijn ze niet zo leuk. Maar wij vonden het allemaal heel erg leuk en we hebben heel erg gelachen. En het was natuurlijk allemaal even triest en droevig. Oké, ze hebben de oorlog goed doorstaan. En mijn moeder had een apart gevoel voor humor, hoor. Misschien ook wel ontwikkeld in die jaren. Ik weet het niet. Laten we naar jouw ervaringen gaan. Je gaf al even aan dat via een middenpersoon je allereerst in onderduik bent gebracht naar een adres in de omgeving van Philips. Heb je daar nog herinneringen aan? Nee, geen herinneringen, maar de Philips was pas later. Mijn vader was, zoals ik al zei, tabaksmakelaar, fabrikant, vertegenwoordiger, whatever. Ja. En een van zijn klanten was Henri Wintermans, dus een grote sigarenfabriek. Ja. En mijn vader zocht dus, of mijn moeder ook, dat weet ik niet, naar een plek. Mijn moeder, haar eigen plek, mijn vader in Engeland. En ik heette Mopsje toen. Mopsje moet ook ergens heen. En toen had Henri Wintermans, de sigarenfabrikant, gezegd tegen mijn ouders, nou, Mopsje kan wel bij ons wonen. En die woonde ergens in Eersel, Bladel, in de bossen rondom Eindhoven. En er waren ook allemaal kloosters. Ja. Het katholieke geloof. En nonnen en paters. En die namen ook kindertjes op. En het verhaal ging dat ik zat bij de familie Wintermans, en de familie Wintermans woonde in die bossen bij de kloosters, dat er waren ook
razzia's naar die kloosters. Want daar zouden misschien kinderen ondergedoken geweest zijn, en Joodse kinderen. En Joodse jongetjes waren meestal besneden. Zo ook ik. En dat had de familie Wintermans in de gaten. En die hoorden dat van die invallen bij die kloosters, dat al die ondergedoken jongetjes hun broekjes uit moesten doen. En toen vond de familie Wintermans dat wel een beetje gevaarlijk. Zowel riskant voor mij, maar ook voor hun. Ja. Dus ging ik van de familie Wintermans weg. En waar ging je naartoe? Dat weet ik niet precies. Mij is verteld, en ik ben later die vrouw ook tegengekomen, dat ik ook een paar dagen in Mierlo ondergedoken ben geweest. En van Mierlo, weet ik niet waarom ik daar ben weggegaan. Toen kwam opeens iemand in mijn leven die ik oma mocht noemen. Want ik begreep toen ik terugkwam uit de oorlog dat ik geen opa's en oma's meer had. Dat is mij ook wel even uitgelegd, waarom het niet. En nu weten we dat allemaal waarom. En toen zeiden we, ja, die zijn niet teruggekomen uit de oorlog. Nu zeggen we gewoon, die waren gewoon vermoord. Het was een hele andere wereld na die oorlog. Heel Nederland had ons geholpen. Ja. Wij waren gered. Al die mensen die ons hadden ondergedoken, dat was in mijn ogen, ik was 6 jaar, heel Nederland, moedige mensen, dank u wel. En langzaam maar zeker kom je erachter. In mijn oren en ogen staan nu ook daarvoor open dat de hele boel bij elkaar verraden is. Oh, ik dwaal af. Ik dwaal af. Ik haal je terug naar mevrouw van Mierlo. Nee? Naar de mevrouw oma Dobbelman. Die jij oma mocht noemen. Oma Dobbelman. Dus ik had geen opa en oma meer. Wie was oma Dobbelman? Dat weet ik dus niet. Ik ging met mijn moeder naar haar laatste onderduik, de familie Oekstra, op de fiets. Ik heb mijn moeder geloof ik nooit zien fietsen, behalve toen ik terugkwam. Dezelfde dag ik achter op de fiets naar heel ver weg in Eindhoven, naar haar onderduik. Er waren 6 kinderen. En zij liet zien dat ze er ook eentje had. Dus ik daar naartoe. En op de terugweg stoppen we op de straat om het dijk bij iemand. En dat was mevrouw Dobbelman. En die mevrouw was een hele aardige mevrouw, echt een oma. Met een grijs haar en een knoetje en zo, en zwart gekleed. En zei, nou weet je wat, noem mij maar oma Dobbelman. Dan heb ik tenminste ook een oma. Dat is erg inlevend geweest. En ik denk dat die vrouw mijn middelvrouw geweest is, die mij ondergebracht heeft bij de familie van Bladeren, waar ik uiteindelijk naartoe gekomen ben. Nou, daar wil ik met je naartoe, want okay. Je bent dus eerst in de omgeving van Eindhoven geweest. Ja. Toen bij de onbekende mevrouw in Mierlo, die je later toevallig een keer bent tegengekomen. Ja. De boot naar Amerika. En naar vervolgens alle. Kom je op je derde adres. Ja. Maar voordat je daar bent, is er nog een bijzondere vrouw in je leven. Namelijk de vrouw die je daar naartoe brengt. Ja, dat was ook iets merkwaardigs. Ik ben dus ondergedoken in Laren, Noord-Holland. En ik vraag aan mijn pleegmoeder, de mensen heten Van Bladeren. Familie Van Bladeren. Tom en Anneke Van Bladeren. Zo onze dochter Anneke ook naar genoemd. En, god. Hoe kwam je daar? Wat even, kijk, nu even in. Bah. Neem even een slok water. En ik vraag, nou, niet op middelbare leeftijd, maar was een jaar of 20, 30. Nou, ik had al kinderen, ik was al getrouwd, pardon. Ik zei, hoe ben ik nou eigenlijk hier naartoe gekomen? Nou, zegt zij, dat was To Boelen, die heeft jou hier gebracht. Ik zei, wie? To Boelen. Oh, hier is het telefoonnummer. En geef mij het telefoonnummer van To Boelen. En ik leg dat telefoonnummer. Nee, ik kom thuis en ik bel dat nummer op. 020 weet ik veel wat. Geen antwoord. En ik leg dat op mijn bureau. En ieder jaar zie ik dat telefoonnummer liggen op mijn bureau. Dan bel ik weer eens. En toen was ik inmiddels in de 60. En ik bel weer op. En wat gebeurt er? Het telefoonnummer nam nooit op. En opeens, met To Bakker. Ik zei, mevrouw Bakker, ik zoek To Boelen. Ja, meneer. Ik zei, mijn naam is Wertheim. Ja, meneer Wertheim. Ik ben To Boelen. Ik ben alleen getrouwd geweest met meneer Bakker. Oh, zei ik, mevrouw, u kent mij niet en ik ken u niet. Maar ik heb uw naam doorgekregen van Anneke van Bladeren. U zou mij bij haar hebben afgeleverd in 1942... Als klein kind was ik, ben ik ondergedoken geweest. Ach meneer, wat interessant. Ik zei, nou ja, het zou best kunnen. Ik zei, oh, ja, ik vind het wel leuk om u dan te ontmoeten. Nou meneer Wertheim, dat kan. Ik zei, nou gezellig. En ik woon tegenwoordig in Scheveningen.
dan mag ik een afspraak met u maken. Ja hoor, dus ik maak een afspraak met haar. Ik had een grijs pak aan en ik had net een lintje gekregen. Ja, speciaal ook opgedaan nu voor deze gelegenheid. Dus ik doe mijn grijze pak aan, mijn lintje op, neem een fotoboekje mee. Ik was net 65 geworden. In augustus 19 zoveel, 2000 zoveel. En ik had een... Anne en ik en onze schoondochter zijn allemaal tegelijk dat jaar. Dan geven we een gemeenschappelijk verjaarsfeestje. En ik had, iedereen was aanwezig. En 65 was toch wel een rare leeftijd. Ga je met pensioen? En is je leven nog niet af, maar de carrière, het werkzame leven is voorbij. En dan kijk je terug. En ik vond het ook zo gek. Dat mijn hele leven is toch bepaald door die oorlog. Ja. En ik wou daar iets van zeggen. Dus ik hou een verhaal van jongens 65, wat idioten, wat is nou mijn leven geweest, wat heb ik nou bereikt. En het ging natuurlijk over die oorlog, het is zo'n impact. Dus, en er had die Hoekstraat waar mijn moeder ondergedoken geweest is. En daar was een meisje, die had foto's gemaakt van dat, van die verjaardag. Dus ik neem ook, behalve mijn lintje en een bosje bloemen, een fotoboekje mee. Van mijn gezin, want die mevrouw, waar ik naartoe zou gaan, die had mij gezien toen ik 2, 3 jaar oud was. En weet ik veel, of ze nog andere onderduikers had gehad. Ga naar haar toe. En ik kom aan met mijn bloemetje en mijn fotoboekje. Ik bel aan en dat is een reus van een vrouw. Een sigaret. Oh, dag meneer Wertheim. Wat leuk met u kennis te maken. Oh, bent u al officier? Wat enig. Het was het eerste wat ze ongeveer zei. En ik naar binnen en een enig mens, werkelijk te leuk voor woorden. En te babbelen. Ik heb ook wat foto's bij me van mijn gezin. Ik ben getrouwd. Ben. Ja. En mijn vrouw en de kinderen. En ik geloof dat zullen overal kleinkinderen geweest zijn, dat weet ik niet eens meer. En die vrouw zei, hé, maar is dat niet Christine Oberman? Hé, is dat niet die? En is dat niet die? Al die mensen die op mijn verjaardag waren, die kende zij. Och. Die zat dus in een soort milieu. Nou, en ik zit donderdag daarna in het concertgebouw. Wie zit er voor me? Bo Boelen. De dochter. Ben je er? Nee. Even denken. Hoe heet ze nou ook weer? Kira ten Kate van de Zilver. Die is een keer hier geweest. Ja. Die kom ik dus later weer tegen. Dus iedereen, we kenden elkaar. En het was zo'n bijzonder mens. Toen zei ze dus ook, was u een van die pakketjes achter op de fiets? Laten we daar eens naar teruggaan. Ja. Naar de fiets. De fiets. Waar haalden ze je op? Hier. Waarom, denk je? Ja, dat weet ik niet. Hadden we dat nog niet gehad? Nee. Nee, dat was zo gek. En toen zei ze, ik heb u... dat is ook zo bespottelijk natuurlijk. U, zo'n jongen, zo'n piepklein jongetje van 2, 3 jaar... die ze dan achter op de fiets ergens naartoe brengt. Zij werkte, dacht ik en zij ook... via Meerpiet Meerburg, Utrechtse studenten. En ik heb later geprobeerd om die Yad Vashem penning voor haar te doen krijgen. Maar ik kon het niet bewijzen. Ik ben naar Piet Meerburg toegegaan. Die zei, heel Nederland heeft mensen achter op de fiets weggebracht. En ik kon het niet bewijzen. En waar zij zat, bij de Corellistraat 6. Ja. Hoe heet het ook weer? CS6. Besançon? Ja. Boissevin. Boissevin, ja. Boissevin, zie je toch? 80 nadert. Boissevin. En in die groep, daar zat ze. En die bracht, zei ze, ik heb tientallen kinderen weggebracht. Koerierster was ze. Koerierster van pakketjes. Ja. En nu was het pakketje Mopsje. Afgeleverd. Nee, de familie van Bladeren. Dat was via Philips en studenten in Zürich. Die Tom van Bladeren, die studeerde op de hogeschule in Zürich. Samen met... Oh jee. Boerdré. En Boerdré was getrouwd met Boelen, zusje. Boerdré is van de hogeschule naar Philips gegaan. En zat in Eindhoven. En zo kwamen ze dan met die touw. Dat waren families die elkaar kenden. Ja. En die dus jou van de ene naar de andere overbrachten. Ja, en toen zei dat jongetje moet dan vanuit Eindhoven naar Laren. Nou, hebben mensen gezegd, laten we dan maar in Amsterdam afspreken. Ja, dan ben je toch ook gek dat je dan hier afspreekt. Pardon? Daar, buiten. Ja. Maar goed, dat hebben ze gedaan. Max Arian zei dat vorige keer hier ook in de getuigen.
Dit was opeens toch een ontmoetingsplaats, hoe gevaarlijk het ook was. Omdat het een onverwachte. Ik heb geen idee. Hoe gek kan je worden? Je had er niet een deportatieplaats in Amsterdam, waar alle Joden... In het Hol van de Leeuw, ja, daar ga je dan afspreken. Waar dat verzet wel actief was. Ja, ik weet het niet. Dus die To, die vertelde me dat, ja hoor, ik heb je... Je wist natuurlijk ook niet wie ik was, niemand wist. Ik was mopsje en ging nou als mopsje naar de familie van Bladeren in Laren op de fiets. Ik heb het nog een keer gefietst van hier naar Laren met tante Tijna. Laten we naar Laren gaan, ja, naar de familie van Bladeren. Want ja, laten we dat doen. Jouw onderduiktijd bij hun beslaat een aantal jaren. Ja, 3 jaar. En het valt mij altijd op dat wanneer je over jouw onderduik daar spreekt, dat je zegt... Dat was toch misschien wel de mooiste tijd van mijn leven. Ja. En dat klinkt zo raar. Ja, hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Dezelfde Max Arian die je net dat ik het over had. Die ging organiseren de dag van het ondergedoken kind. Ik zat met Max Arian in Habonim, de Joodse jeugdvereniging. We hebben nooit iets aan het Jodendom gedaan... Mijn moeder kwam dus terug naar Amsterdam, maar ik moest lid worden van Habonim en ik heb mijn bar mitzwa gedaan. En daar hield het ongeveer mee op. En Max zei, ondergedoken kind, ga ik organiseren, jij doet mee. Wij zaten samen in zo'n clubje, Ma'agal. Ik zei, ondergedoken kind. Nou, als je nou iets leuks wil horen, moet je mij horen vertellen over mijn oorlog. Het is de mooiste tijd van mijn leven. En dat wordt me tot de dag van vandaag nog aangerekend, hoe ik dat kan zeggen. Maar dat zal ik je vertellen. Dat huis in Laren, dat was niet zomaar een huis, dat was een kasteel. Dat was een landhuis van hier tot Gunder met een torentje erbovenop. En de halve A1 naar Amsterdam, daar lag daarnaast. Dat was niet de A1, het Amsterdamse straatweg. Een gigantisch huis met een park. En aan de muur, als ik dan op scholen een verhaal vertel over mijn onderduik, zeg, heb je heel beroemde schilders. De een heeft de nachtwacht geschilderd, Rembrandt. En er heeft ook eens een oor afgesneden. Van Gogh. Nou, precies. Dat hing aan de muur. En Chagall en Matisse, dat hing allemaal aan de muur in dat huis. En dat park, dat was waanzinnig groot. Hier, het Wertheimpark, is daar niks bij, als ik dat zo mag zeggen. En dat is geen familie trouwens, hoor. Dus het was, het was allemaal even feest. En ik herinner me, vlak voordat ik weggehaald werd daar... Dat ik zat te spelen met een elektrische trein op de grond. Het was paradijs. En dan ging ik met mijn pleegvader Tom. Ik zei ook papi en mami. En dat was allemaal even. Ik had 2 broertjes. Vertel iets over de familie. Want het is dus niet alleen dat prachtige huis en die mooie omgeving. Nee, schat helemaal rijk dus. Met al dat soort schilderijen en die kindertjes. Oh, daar was ik er zelf één van. Ik was de oudste. En de papi en de mami en Jeroen en Matthijs. Dat waren de broertjes die langzaam geboren werden in dat huis. Het was fantastisch. Er was altijd eten. Ik herinner me nog hoe ik een geweldig pak slaag heb gekregen toen ik ergens in de oorlog een flesje, ik weet dat heet tegenwoordig Davitamon of zo, vitamines. Dat vond ik lekker. En ik heb dat hele flesje toen opgedronken. Ja, dat was nou niet helemaal de bedoeling. En ik was ook lastig. Ik werd voortdurend terecht, gewezen, ik wou gesteld zeggen, maar vooruit. Ik kreeg veel straf. Maar het was allemaal even luxe. We liepen ook met schortjes rond, dat de kleren niet vies zouden worden. En klompen en schoenen, weet ik niet. Maar dat was allemaal even prachtig. Ik ging ook naar school daar, de katholieke Montessori school. Het was niets wat ook maar iets met oorlog te maken had. Er waren wel mensen naast ons die in uniform liepen. Dat waren Duitsers. Maar dat is een apart verhaal. Vertel het misschien. Ik zal wel vertellen. Maar ik moest over die mensen hebben. Het was dus allemaal luxe. Tussen aanhalingstekens en rijkdom. Na de oorlog heb ik ook begrepen dat dat echt luxe was. Want die Van Gogh, die werd gewoon voor 10 of 20 miljoen verkocht. Ja, dan zou je toch ondergedoken zijn geweest. En er werd piano gespeeld. Het was allemaal heel mooi. Ja, het was iets fantastisch. Vooral na de oorlog nu. Je zei zelf, je kinderen en kleinkinderen. Oh ja, nee, sorry, je hebt gelijk. Bij die Duitsers, hè? Je ziet dus wel geuniformeerde buren. Ja, fantastisch. En als jonge jongetje. Misschien hebben meerdere jongetjes, ik vond dat ik geweldig stoer. Laarzen en uniformen en petten en glimmende. Ik vond dat verschrikkelijk mooi. En de familie van Bladeren hield je niet op afstand van de buren? Nee, helemaal. Ze wisten niet eens waar ik was. Want ik zag die mannen en die vonden dat ook wel leuk, zo'n jongetje. Die hadden natuurlijk zelf, heb ik me later gerealiseerd, veel later,
waren natuurlijk ook dienstplichtig. En die zitten misschien wel, weet ik veel, van hun kinderen vandaan. En dan komt zo'n, ja, ik was wel een, weet ik niet, uiterlijk een schattig jongetje. Met zo'n leuk schortje. Nou, dat zien we zo meteen op de foto. Oké, ja, oké. Okay. En die mensen die waren aardig tegen mij, die gaven mij snoepjes. En toen was het ook nog niet zo van, je mag geen snoepjes aannemen van vreemde mannen. Maar ik vond dat verrukkelijk. Dus ik ging regelmatig naar ze toe. En toen kwam mijn pleegvader, papi van Bladeren, die scheurde naartoe, haalde me weg. Toch wel. En ik kreeg een pak slaag en werd naar het zolderkamertje gestuurd. Geen idee waarom. Maar op de begrafenis van To, de crematie, heb ik verteld, de bijkomstigheid, stel je voor dat ik een plasje had moeten doen bij die Duitse mannen. En daarom begrijp ik best dat die vader van Bladeren als de dood was. Want als ze mij gesnapt zouden hebben, kreeg hij er ook van langs. En natuurlijk is dat ook de reden dat een heleboel mensen zeggen, ja jongens, zielig voor jullie, maar ik heb ook een gezin en ik moet ook leven. Dat ik begrijp ook best dat niet iedereen heeft doen onderduiken. Ja. Wat zou ik gedaan hebben in de oorlog, weet ik ook niet. Dat is ook altijd de vraag die ik niet alleen mezelf stel, maar ook als ik voor zo'n klas praat, wat zou je doen? Dat weet je niet. Maar in godsnaam, als er nou zo'n klein hummeltje voor de deur staat, neem me maar op. Ze zijn niet allemaal zo lastig als ik, maar vooruit. Zo was dat met die familie van Bladeren. Ik heb nog een vraag over een verhaal dat je me een keer vertelde. Namelijk, en dat heeft ook te maken met al die families die contact met elkaar hebben. Want de familie van Bladeren, Anneke van Bladeren, ging op bezoek bij de familie Telders. En wie zat er bij de familie Telders? Dat zat mijn moeder. Wat was nou gebeurd? Mijn moeder was ondergedoken. Mijn moeder en tante Nettie waren lang samen. Op een gegeven moment weer een apart verhaal met Jaap Schipper en zo. Zijn ze apart terechtgekomen. Het toeval wil wel, dat bedenk ik me nu. Dat is natuurlijk omdat Martijn en Margriet in de zaal zitten. Dat ik ben opgehaald door... Nee, doet er niet toe. Wat ging ik vertellen? Oh ja, mijn moeder was bij de familie Hoekstra in Eindhoven. En die meneer Hoekstra was bij het natlab van Philips. Was een geweldige vent eigenlijk, een soort tweede vader. En die deed veel in het verzet. Dit was echt waar. Hij had twee onderduikers, een klein meisje, Sonja. En een wat groter meisje, mijn moeder van een jaar of 30. En dat was toch gevaarlijk, dat rommelde in Eindhoven. Van hé, die Hoekstra, die doet stoute dingen. Dus het werd gevaarlijk, ze werd in de gaten gehouden. Toen moest mijn moeder ergens anders onderduiken. En die is toen een paar weken als dienstmeisje gaan fungeren bij de familie Telders. Ja. Misschien ook wel in Mierlo, maar misschien wel zo'n dorpje. Wel nu, het is Dolle Dinsdag geweest. Nee. Eindhoven was al bevrijd. In september 1944. En, nee, dat kan niet. Dit is iets fout. Voor die bevrijding van Eindhoven? Voor die bevrijding van Eindhoven. Gaat Anneke van Bladeren ja, op bezoek? Ja, dat was het. Dus mijn moeder zit bij die Telders, dienstmeisje. En de familie van Bladeren, Tom en Anneke van Bladeren, gaan naar Eindhoven, gaan lunchen bij de familie Telders. Ja, het klinkt zo gek, dan lunchen, dan blaren naar Eindhoven. Ik weet openbaar vervoer, neem, auto, geen idee hoe ze dat gedaan hebben. De details, ja, dat heb ik je net ook gezegd, je krijgt een soort plaat voor je kop. Je durft ook niet te vragen aan je moeder en je tante wat er nou precies gebeurd is, althans ik niet. Het was zo'n pijnlijk onderwerp, die oorlog. Maar dit weet je wel. Dus mijn moeder is bij de familie Telders. Het verhaal gaat, de familie van Bladeren komt lunchen bij de familie Telders, midden in de oorlog. Mijn moeder bedient aan tafel. Ik was een lastig jongetje, misschien nog steeds. En ik heette Mopsje en mevrouw Telders had gehoord dat mevrouw van Bladeren een onderduik, een duikelingetje heet dat, een duikelingetje had met de naam Mopsje, lastig. Ze zitten aan tafel en mevrouw Telders vraagt aan mevrouw van Bladeren, en hoe is het met Mopsje? Op dat moment laat mijn moeder de schaal met vleeswaren vallen. Mevrouw van Bladeren kijkt naar dat dienstmeisje,
ziet enige gelijkenis tussen het gezicht van haar duikelingetje, mopsje, en mijn moeder. Kwartje valt en mevrouw van Bladeren vraagt aan het dienstmeisje, bent u soms de moeder van mopsje? Nou, dat beaamde mijn moeder, waarop mevrouw van Bladeren vraagt, hoe heet hij eigenlijk? En toen kwamen ze erachter, mijn moeder heeft toen geantwoord, Jaapje Wertheim. En op dat moment wist mevrouw van Bladeren hoe ik heette en wist mevrouw Wertheim dat haar zoontje nog leefde. Dat was de anekdote elders. Je bent bij de familie van Bladeren gebleven tot het einde van de oorlog. Ja. Jouw moeder is eerder bevrijd geraakt, ja, omdat ze in het zuiden van Nederland was. Ja. We zien zo meteen een foto waar ik je ga vragen om iets te vertellen over die hereniging. Ja. Maar voordat we dat doen, ja, denk ik dat het goed is dat we de foto's... We hebben een aantal foto's uitgezocht waar Jaap nog iets over gaat toelichten. En we hebben weliswaar gehoord dat Herman verraden is en gedeporteerd is geworden. Maar we hebben ook beelden van je vader. Misschien dat je iets toelicht over de beelden die we hier nu zien. Pas op voor de randje. Pas op dus voor de randje. Ja, ik ben net een operatie overleefd. Dus pas op voor het randje. Hier zien we je ouders in 1937. Ja, ja. Je beschreef je vader als excentriek. Zei je Nies. Een levensgenieter. Ja. Net getrouwd. Ja, ik geloof het wel. Ik was er niet bij. Nee. Maar dit is dan de foto dat ze op huwelijksreis waren. En in Nice, de boulevard des Anglais. Ik zei jou net, toen je die foto liet zien, dat ik wist niet dat... Nou, ik wist het wel. Dat ben ik toen in 19... Ik denk, vlak na mijn bar mitzvah, in 2 of 53, ben ik er ook met mijn moeder geweest. En ja, toen zei ze, wees ze zo, we liepen daar. Zei ze, kijk daar, die man met die stok en die baard achter dat raam, dat is Henri Matisse. En dat vond ik toch ook wel weer... geestelijk. Want die had je zien hangen in Laren. Bij wijze zijn werk. Ja, precies. Dus dat alles loopt bij elkaar, door elkaar heen, over elkaar. Elkaar. Het gaat maar door. En we zijn later daar, hebben we er ook gewerkt. Ja. Een bedrijf in Zuid-Frankrijk. Oké. Okay. Ik ga door naar de volgende foto. Hij is niet zo helder, maar het is wel een foto waar je ook herinneringen bij hebt. Ja, dit was de Petersdonderstraat, waar we zijn gaan wonen, nadat mij ouders bij mijn grootouders hadden gewoond in Eindhoven. En van daaruit ben ik dus vlakbij, dit ligt aan de grens bij Geldrop, vlakbij naar het ziekenhuis. Dit is de achtertuin, dat kleine jongetje, dat ben ik. En daar zit mijn moeder, Esther. En wie daarachter staat, zit, weet ik niet. Mijn vader zit hier rechts. En er staat achterop, nou, die kan je hier niet goed zien, er staat er een wildvreemde man. Net als die wildvreemde mevrouw die ik niet weet wie het is. En op een gegeven moment kreeg ik een visioen dat dat die goede vriend was van mijn vader, die de kaartjes had verkocht en die een verraden heeft. Maar dat was echt een visioen. Maar dit is de tuin, de achtertuin. En ik herinner me toen ik terugkwam uit de oorlog dat mijn moeder daar dat tafeltje wat we nu nog in Kortenhoef hebben staan bij het raam. Dat stond daar met een glaasje ranja en met een schaaltje, zilveren bonbonschaaltje met bonbons. Ik ga naar de volgende foto. Ik weet dat dit een hele belangrijke foto voor je is. Kun je vertellen hoe je hier aan bent gekomen? Heb ik je dat ooit verteld? En weet jij het nog? Volgens mij zat hij in de portefeuille van je vader. Oh. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig. Ben ik nog steeds eigenlijk. Wie nou mijn vader geweest is en zou zijn. En ik herinner me, was heel laat dat mijn moeder, misschien zat hij inderdaad in die portefeuille. Ik had helemaal geen enkel beeld van hem. Behalve dan die ene foto in peignoir op de Promenade des Anglais. Ik wou, toch wel een beeld hebben van hem. Ik hoorde wel dat hij blond haar had en blauwe ogen. Maar verder niks en opeens... Ja, ik wou een foto van hem hebben. En dat is dus het enige beeld wat ik jaren heb gehad.
en ook nooit meer foto's van hem heb gezien. Dat is een merkwaardig. Het is ook nog wel even een verhaal dat als je dan thuiskomt bij een wildvreemde mevrouw die dan zegt dat je moeder is, terwijl je van je mami vandaan kwam. En ik op school ging naar de lagere school in Eindhoven, de openbare lagere school, was er één op de Keizersgracht, nota bene, rare naam. En ik op een gegeven moment achterna, nee, er zijn twee dingen. Iedereen heeft ouders, vader en moeder. Ik had alleen maar een moeder. Ik weet wel, nou, weer toe ver wist ik dat nog niet, dat je ook een vader nodig had om een kind te krijgen. Dat was pas veel later. Maar ik had dus geen vader. En ik vraag aan mijn moeder, waarom heb ik eigenlijk geen vader? Nou, zei mijn moeder, die is, ik zal wel zeggen, in een concentratiekamp geweest, die is dood. Waarom is hij dan dood? Nou, zei mijn moeder, die is vergast. Ja, dan weet je natuurlijk ook niet wat dat betekent als je 6 bent, of 5. Nee, 6 als ik geweest ben. Vergast. Ik wist wel dat we een gasapparaat hadden waar je op kon koken. Dus ik begreep daar helemaal niets van. Dan krijg je ook iets van nachtmerries. Vergast, hoe dan? Dat moeilijk met zijn hoofd in een oven. Dat soort dingen. Dus heb ik daarnaar gevraagd. Ze zei, nee, onder de douche. Ja, het is zo merkwaardig. Ik zeg dat wel eens, niet in deze mate, dit is wat volwassener gezellig, maar zoiets stel ik wel aan kinderen. En dat je dan 6 bent, dat je daar dus helemaal geen idee van hebt. Dan vragen wel eens mensen, maar was er dan geen psychologische begeleiding? Ja, hallo zeg, kom op. Niks. Je doet het er maar mee. En ik zeg maar, tot 50 jaar na dato heb ik ook altijd, nou is niet waar, 30, 40 jaar na dato, altijd gehoopt dat die meneer nog een keer terug zou komen. Want er zijn natuurlijk zoveel vergissingen gemaakt, mensen die dood werden verklaard. En opeens staat er een wildvreemde man voor je deur. Hallo, hier ben ik, hier is je vader. Ja. En dat had ik toch altijd wel gehoopt. Maar op een gegeven moment is die hoop voorbij, was ook niet meer nodig. Dat soort idiote visioenen, idiote dingen die je... Ook beangstigend als het in dat soort alledaagse woorden wordt gegoten. Ja, en er staan ook, er kwamen ook zondag al in de foto's in de krant, was er weer zo'n meneer, 30 jaar na dato. En het allergekste was, je had ook geen bewijs van het doodgaan. Je had één ding hè, van je vader, ik laat hem zien, dat is die kaart. Ja, die zat in die portefeuille. Maar ik wil nog even één ding zeggen over mijn vader, dat hij dus echt dood was. Dat wist je niet, want ik vroeg het aan mijn moeder en de opa's en oma's, dat was het dan duidelijk geworden. Die waren ook vergast. En dan had ik oma en dobbelman. Maar iedere nieuwsdienst, 6 uur nieuwsdienst, radio nieuwsdienst, hebben we tegenwoordig, dat weet ik niet of dat nu nog zo is, maar na de nieuwsdienst zijn er altijd mededelingen van files. File, hoort zoiets? Ja. Waarschuwing voor de files. Ja. Nou, in 19... zijn we, 46, 45? Ja. Na het uur van 6 uur, dames en heren, we schakelen nu over naar het Rode Kruis. En dan komen de doodsberichten, worden u voorgelezen. Overleden. Dan en dan, da-da-da. En opeens, hé, zei mijn moeder, je vader. Hij is... Ja, dat kan ik me dus niet meer herinneren. Je kon het niet meer terugdraaien. Maar dan was er dus Herman Wertheim... vermoord in Auschwitz. Vermoord niet eens, omgekomen. We praten allemaal heel zachtjes erover. Hè? Die oorlog is vervelend. Dus dat was de radio nieuwsdienst, de fileberichten. Ja. Dus dat werd ook naar aanleiding van mijn vader. Wat heb je nu? Oh ja, en toen was meneer Blomhof, de slager uit de Vrijstraat, waar mijn vader, dat was zijn beste vriend, naar Engeland zou gaan, allebei verraden. En er was ook nog een slager, de arts. Een Joodse arts in Eindhoven, die zat met z'n drieën. Meneer Slager, de Slager Blomhof en Herman Wertheim. Zo'n driemanschap. En een van die drie kwam met een portefeuille. Na de oorlog. Na de oorlog. En daar zat deze kaart in. Die had mijn moeder bewaard. Er staat uit Westerbork op weg naar Auschwitz. Kwamen de mensen, dat weet jij beter dan ik, aan... briefkaarten, die waren aan de ene kant zat een postzegel, aan de andere kant schreef je het adres en dan kon je een mededeling doen. Dus mijn vader schreef kennelijk aan mijn moeder, maar er stond een andere naam op, dat doet er niet toe.
het is in ieder geval mijn vader, die aan mijn moeder schreef, ik ken het niet uit mijn hoofd, dit is op weg naar het oosten, bij de grens, leuk gezelschap, vol op voer, dus de stemming reusachtig. Niet treuren om mij hoor, ik red het wel. So long, Herman. Nou ja, het gaat je natuurlijk de merg en been zoiets. Maar dit geeft ook wel weer aan die man in die peignoir met zijn paard door Eindhoven. Dat is een vrolijke man. Stemming reusachtig, daar ga je. Oef. Nou, dit is dus het enige echte souvenir wat ik van mijn vader heb. En nog een brief. Ik ga door naar volgende document. Nee, want dat heeft er namelijk ook mee te maken. Oh ja, dat is ook een spannende. En misschien dat je hier iets over kunt toelichten. En dan gaan we door de volgende. Dat lachen is een afweermechanisme. Ik hoop dat u dat begrijpt. Zo niet, dan is het jammer. Wat we hier zien is een bijzonder document. Want ik weet niet of u het kunt lezen in de zaal. Ja. Het zijn twee lijsten. Ja. Dit is een fragment. Oeh, spannend. Mag ik en dit is een volledige lijst. Wow. Beide zijn gedateerd op 14 augustus 1943. En Herman, de vader van Jaap, staat op beide lijsten. Maar op deze lijst staat niet alleen Herman, maar ook Jaap. Ja, het is waar. Ja, ik kreeg ook in mijn studententijd Bertiel van Joost Elias, zijn ouderejaars, een boekje over de Joden in Eindhoven. En dat kreeg ik pas, 4 of 5 lustra geleden, dus 35 jaar geleden, dus heel lang na de oorlog. En ik sla dat boekje open en op bladzijde 3, daar staat een 4 regels van mensen die in de oorlog in Eindhoven hebben gewoond. Joodse mensen, zou tante Nettie zeggen. En daar staat mijn naam. En het is voor het eerst dat ik mijn naam gedrukt zie over de oorlog. En iets later, het heeft ook met Rotterdam te maken, had ik het plan opgevat om te promoveren. En de promotie zou gaan over de waarde van in de oorlog in beslag genomen Joodse bedrijven. Ik ben de eerste makelaar-taxateur in bedrijven, als zodanig beëdigd. En dacht, dat is een mooi proefschrift om de waarde van bedrijven opnieuw te bekijken, de ogen van nu in de oorlog. En ben de promotie bezig. En ik ga naar het Rode Kruis. Weet u ook weer? Schütz? Raymond Schütz. Raymond Schütz. Die bewaarde de kartotheek van de Joodse Raad en alles wat met Rode Kruis en Joden te maken had. En ik kom daar in verband met dat proefschrift. De details laat maar. En die man zei, ik heb een paar dingen van u gevonden. Oh, zei ik, A, mijn eigen kaart van de Joodse Raad. B, dat van mijn vader en van mijn oom. Die heette opeens Napoleon. Napoleon Wertheim. Dat was volgens mij die kleptomaan waar Frits Philips het over had. Man, jouw vrede, laat maar. En hij komt aan met een hopla-lijst. Deze. En de hopla-lijst. De hopla-lijst. Hier. Daar zie je op nummer 11 en 12. Wertheim, Herman, 27 februari. Is dat zo? Nee. 17 februari 1912. Ja. 17 februari 1912, Peters Donderstraat. En daaronder staat Jaap Wertheim, 1 augustus 1939. Ook Peters Donderstraat. En ik kijk naar die lijst. Wat is dat nou voor lijst? Nou, niemand heeft tot nu toe nog kunnen uitleggen wat de hopla-lijst is. Maar er staat ook een naam, een nummer achter. 68, 69. Nummer 67. 67. Nou, de hopla-lijst zou een lijst zijn geweest van hier, Hollandse Schouwburg, naar Westerbork. Dus ik toch wel een beetje blij dat ik misschien toch nog iets ergers heb meegemaakt dan de Van Goghs aan de muur. Ben ik toch nog in Westerbork geweest. Nog nooit geweest. Dus ik ga naar Westerbork. Ik was nog nooit in een concentratiekamp geweest. Ja, toch wel een keer, maar een ander. Maar niet tijdens de oorlog. Nee, precies. Dat weet je toch allemaal goed. En ik ga naar Westerbork, huur een fiets, in Bijlen fiets naar Westerbork, kom daar binnen in het informatiecentrum. Ik zeg tegen dat meisje achter bij de balie, daar ben ik weer. Oh, zo meneer, helemaal vergeest. Kind schrok zijn lam. Ik zeg, hier, kijk. Jaap Wertheim, ben ik. Oh, zei ze, welke barak?
67. Mark 67. Oh, meneer, samen met Anne Frank. Ik zei, nou, ik weet nergens van. Ik ben hier nog nooit geweest. Nou, komt u maar even mee rustigjes naar de kantine. Een kopje koffie. Een kopje koffie drinken. Komt u even bijkomen. Het kind was meer in de war dan ik. En ik zit daar te kijken naar die film van Breslau. En ik word me toch kwaad. Die spoorwegen. Die daar, potdorie, keurig op tijd. Hoppa, daar ging er weer heen. En je prrrt. Ik werd zo kwaad. Ik zei, nou, die spoorwegen hebben goed hun best gedaan, riep ik in die zaal. En al die mensen, nou, sst, meneer. Nou, toen werd ik weer weggehaald. Ben op de fiets naar barak 67 gegaan. En dan zie je dus allemaal mensen. Oh, kijk, die heeft Anne Frank gezeten. Ja, je bent ook zo'n ijdele kwast. Ik zei, weet u wie er ook gezeten heeft? Ik, oh, mag een foto van u nemen? Ja, die oorlog is, het is te gek. Maar dat is Westerbork. Dat was Westerbork. Want wat gek is... Oh ja, oh, nu wat, ben jij aan de beurt. Je hebt iets gevonden wat ik nog niet wist. Nou ja, nee, wat gek is, is natuurlijk dat jij weliswaar op die lijst naar Westerbork staat. Ja. Maar dat je er in de oorlog niet bent geweest. Zover ik weet niet. En op die tweede lijst, die een S-lijst is, een straftransportlijst... Ja. Daar staat Jaap niet meer op. Het is wel op dezelfde datum, maar daar staat je vader alleen op. En ook weer in barak 67. En hier zie je dat die administratie van die oorlog... en wanneer je, zoals jij, in 39 geboren bent... en moet gaan reconstrueren op basis van documenten... Kom er niet uit. Dat het een hele moeilijke zoektocht blijft. Ja. Ik ga door naar het volgende document, maar daar gaan we niet bij stilstaan. Oh. Daar hadden we wel over gesproken. Ja, is wel heel maar leuk. Ik kijk ook op de klok. Ja, omdat er toch nog wat beelden zijn. En we hebben ook nog dat kleine korte filmpje. Okay. Maar deze foto is gemaakt, voor zover ik begreep, naar aanleiding van die lunch in Eindhoven. Telders, ja. Waar Anneke van Bladeren een foto heeft laten maken van jou, van Mopsje, die aan je moeder is gegeven, nog tijdens de bezetting. Ja, mijn moeder hoorde wel dat ik er nog was, maar hoe ik eruit zag. Wat een schrik. Nou, inderdaad, een schattige jongen. En wat zien we hier? Je hebt het beschreven. Ja, oh god, het zielige huisje waar ik ondergedoken ben geweest. Ja, dit dat torentje. Even terug. Daar ben ik zo vaak opgesloten geweest. Zo vaak. Ik was ook zo lastig. En dan ging ik weer naar die Duitsers of andere dingen. Ik kan me dat helemaal goed voorstellen. Dus dat was het huis waar ik ondergedoken was. Heeft later Albert Ayalgesma gewoond. Het is helemaal verbouwd. Het was afgebrand. Ja, het was een luxe. Oh, laat maar. Dit was het. We hebben een klein filmpje. Dat moet ik vanuit de kast starten. Het is een... doet hij nou? Ja, het is opgenomen door mijn pleegouders. Ze hadden natuurlijk ook camera's. Mensen gingen ook golven. Dat vond ik wel gemeen. Ik moest steeds dat balletje zoeken. Shoot. Dat vond ik wel kindermishandeling. Hoe werkt het nou? Ja, wie golven nou in de oorlog? Die mensen waren schatrijk. Hebben ze ook eigenaar van Querido. Die meneer Van Bladeren heeft alle aandelen van Querido opeens gekocht. En later ook weer verkocht. Dit is Matthijs. En dit ben ik rechts. Zie je die schortjes? Er liepen schortjes. En het filmpje is gemaakt door de familie Van Bladeren? Ja. Merkwaardig, hè? Ja, ik weet het niet meer. Ik denk het wel. Het was wel ver weg, Laren naar de zee. Oh, dat is ook in het IJsselmeer. Heel goed. Ja, dat zal wel. Ja. Maar ja, niks aan de hand. Janet, dan twee leuke jongetjes. Ja, leuk. Pootje baden. Tja. Onbezorgd. Niks aan. Je wist ik nergens van. Ik had toch een papje en een mamie en een broertje. Mm. Dus de mooiste tijd van mijn leven. Ja, dat is niet waar, dat is nu. Het eerste wat ik toen zei, nou, dat had Hitler niet gewild. Ben je dus heel blij dat je weer voort kan gaan met de wereld. Dus dat, die oorlog heeft natuurlijk een ontzettende impact gehad. We zien hier iets, nou weet ik dat je het ook hebt meegenomen. Wat zien we, Jaap?
Hier zie je een foto van Klipper. Kijk. We hadden in dat huis was een grote open haard, een heleboel waarschijnlijk. En iedere avond voordat we gingen slapen vertelde Anneke van Bladeren een verhaaltje over drie kabouters. Klipper, Klapper en Klopper waren drie broertjes. Jaap, Jeroen en Matthijs. Klipper, Klapper en Klopper. En dus ontzettend spannende verhalen, die drie kabouters. Het was het Sinterklaas. En wat ligt er bij de schoorsteen? Klipper. En wat gaf mijn moeder mee? Heb je nog één foto? Ik heb de volgende foto. Ja, wat gaf mijn moeder mee? Dit was het afscheid bij Steenbergen. Dit was de achtertuin, de serre. Een tasje. En in dat tasje zat een schortje, wat ik aan had. En daar zat Klipper in. En dit was het afscheid. Hier werd ik opgehaald door meneer Broekers, over telders gesproken. Mevrouw Broekers. Margaliet? Ja. Emmy en Jan Broekers. Ja. En die, een van die kinderen, die zoon is getrouwd met... De zoon is, Arnoud is getrouwd met Ankie Broekers. Voor... Ankie Broekers Knol, Tweede Kamer. Oh, ja. Telders, VVD. Dus meneer Broekers haalt mij op. En ik heb de Klipper uit het tasje altijd bewaard. En Broekers, daar zat de tante. Oh ja, tante Nettie zat daar. Ja. En die waren weer de buren van de Hoekstra's. Eindhoven, Onderduik. Het doet er allemaal niet toe, maar zo hangt de hele wereld langzamerhand in elkaar. Al die families die in elkaar zitten. Dus dit is Klipper. Heeft Anne helemaal gerestaureerd, dus mijn vrouw. En waar ligt Klipper thuis? Waar bewaar je hem? In het raam, kozijn, op de werkkamer van Anne. Deze foto die is dus gemaakt, zoals je net vertelde, vlak voordat je door meneer Broekers werd opgehaald. Ja. Ter afsluiting, we hebben nog een paar naoorlogse beelden hierna. Oh. Maar je werd naar huis gebracht. Nou ja. Maar het was je huis, het was je weet thuis. Weet ik veel. Meneer Broekers was reserveofficier bij het Engelse leger. En die had een jeep. En die stond daar vlakbij dit raam. Dus ik mocht als bijna zesjarige, het was mei 45, in een jeep met een militair, met sterren en alles. En daar ging ik. Nou ja, zeg. En alle bruggen waren opgeblazen. Dus ik geloof de hele dag in die jeep heb gezeten. En er waren roadblocks. En daar stond de officier. Kataf. En dan ging ik. En ik vond het geweldig. Dus na uren kwam ik in Eindhoven aan. Wildvreemd iets. En je bent thuis. Oh. Bij je moeder. Ik moet dan tegen die mevrouw zeggen. Nou, zeg maar mami of zo. Maar ik had niet in de gaten dat ik van een andere mami vandaan kwam. En de bel, die zat heel hoog. Zei, wil je zelf bellen? Dan til ik je op. Moet ik bellen? Nee, zei, ik wil zelf wel bellen. Dus ik stap uit die jeep. We staan bij die bel. Hij tilt mij op. Ik druk op die bel. En ik denk dat ik een kwartier heb staan wachten. Nou, dat is niet waar hoor. Misschien was het een minuut. En inderdaad, de deur gaat open. Nou, er zijn een paar mensen die mijn moeder kennen. Als je afspreekt dat je om 4 uur thuis bent, dan staat mijn moeder om 4:15 al te kijken of je er bent. En als je te laat bent, nou, dan ongerust. Dus ik druk op die bel, er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks. En na een paar minuten gaat de deur open. En een wildvreemde mevrouw. Dag. Dag, mevrouw. Ik weet niet wat ik zei. En ik vertel dat verhaal nu aan die kinderen. En ik heb zelf kleinkinderen, daar zitten er hier 2 in de zaal. Als ik de kleinkinderen zie, heb ze een week niet gezien. Nee, 4 dagen maar. Hallo, schat! Hier, mijn moeder. Sta je bij de deur? 5 jaar afwezig. Dag. En dat, nou ja, sommige mensen herkennen dat. Als zij zoenden, dan zoenden ze ook altijd zo. Een soort... Maar goed. Dat was de thuiskomst. Oh, dus we hebben opeens heel veel dit verder. Dit is een foto van een iets oudere Jaap. Ja. Ik ben daar links. Of, ja. Wat voor jongen was je op de middelbare schoolleeftijd? Ja, heel anders dan nu, denk ik. Ik vond mezelf altijd een heel... Dit was hier in de... Al niet meer in Eindhoven? Nee, dit is in Amsterdam. Mijn moeder is dus
Iedereen, alle Wertheims waren dood. Er waren nog een paar Cohens van de Rozenvelds in Amsterdam. Een paar meuken in Amsterdam. Dus mijn moeder is in 1948 verhuisd met mij naar de Watteaustraat. En ik heb de eerste lagere school doorlopen. En toen naar de middelbare school, het Spinoza Lyceum. En daar heb ik maar 5 jaar over gedaan. Toen was gelukkig nog een 5-jarige HBS, lekker kort. En dan toch mijn eindexamen doen. Het was ook daar vreselijk lastig. Ja. Ik ben heel veel van school gestuurd. Eén keer, dat was het ongeveer het sterkste verhaal ever. We hadden natuurkundeles van meneer Karsten. En die heeft ook 2 uur lang moeten leggen dat als je een ladder schuin tegen de muur zet, dus als je hem te schuin zet, dan zakt hij door. En dan kan je eruit rekenen, de wrijving hier en de wrijving daar en de hoek hier en de hoek daar. 2 uur lang. Dus op een gegeven moment steek ik mijn vinger in de lucht en zei, meneer Karsten, u denkt toch niet dat ik hier op school zit om glazenwasser te worden? Ik ben een week van school gestuurd om die opmerking. Hij is zo strontleuk. Nou, zo was mijn middelbare school. En we hadden ook klasseavonden. En dit was in de Utrechtse straat had je apotheek Liem. En al die kinderen zijn apotheker geworden. En de ouders van Liem woonden in de Valkstraat. En daar was een klasseavond. En iedereen was verliefd. Had een oogje op dat meisje vlakbij mij. En dat meisje dat heette Carla Reitsma. Er zijn er een paar mensen hier in de zaal die weten dat ik later een bedrijf heb gehad. Dat heette Reitsma en Wertheim. En ik ga naar de opening van de Hollandse Schouwburg met Krijn Reitsma, mijn partner, die inmiddels kleine kindjes had. En dat was de Hollandse Schouwburg was het kindermuseum. Het eerste Holocaustmuseum in Nederland was een kindermuseum. Dus ik neem Reitsma mee met die kinderen, ook Reitsma. En ik zag die foto hangen. Ik wist helemaal niet hoe de inhoud was van het museum. En daar hing opeens die foto aan de muur. Ik zeg, goh, Krijn Reitsma, weet je met wie ik hier sta te praten? Met Carla Reitsma. Geen familie, maar dat was ook weer zoiets toe. Ja. Dit is dus de assimilatie. Nee, de emancipatie. Het terug, hoe de Joden zich weer een plaatsje konden veroveren. Want je was een van de weinige Joodse leerlingen op die school. Ja. Toen je er zat, dacht je dat je de enige was. Ja, nou niet op school, in die klas. Toen later, Reitsma deed de Olympische Spelen Amsterdam. En de NOS Sport of zoiets. Is dat een uitzending? Iets met sport? NOS? NOB? Nou goed. Maar daar was Bob Bremer. En die Reitsma is tegen mij. Goh, die Bob Bremer, die dit moest doen voor die Olympische Spelen. Dat is ook een Joodse jongen. Ik zei, kom op, ik heb 5 jaar met die jongen in de klas gezeten. Toen ik bar mitzwa werd, moest ik nog uitleggen wat dat was. Ja hoor, Bob Bremer was een Joodse jongen. Dus had ik er 3 in de klas. En ik ging, voor mijn bar mitzwa moest ik vrij hebben. En ik moest dat uitleggen wat dat was. Later blijkt dus 20 jaar nadat je op school hebt gezeten, dat je met 3 Joodse jongens in de klas zat. Ja. Zo was het toen. Ik ga door naar een andere foto die voor mij ook heel bijzonder is. Oh, ja. Je ziet hem, hij is vlak voor de opening van dit museum. En dat heeft natuurlijk te maken met jouw vele werk hier in de Raad van Toezicht. Wat is deze foto voor jou? Dat dit museum is geopend. Ja, dat was natuurlijk iets fantastisch. Dat mensen toch een beetje aandacht beginnen te krijgen over wat er allemaal mis is gegaan. En hoe je dat nu heel anders ziet en anders gedaan zou hebben. Niemand weet natuurlijk wat hij gedaan zou hebben. Maar er is natuurlijk veel meer aandacht dan ooit was. Ik vind het ook een beetje overdreven dat we nou weer van het GVB, dat we op geld zitten te wachten. Dat vind ik ook zo merkwaardig. Er is niemand meer, of ze nog geleden hebben of niet, die er nog op een dubbeltje zit te wachten. En wat Van der Laan gedaan heeft met die, ja, dat hebben natuurlijk onze grootvader Hartog Roosevelt, met die belastingen en die erfdingen. Ja, fantastisch is, we maken er 10 miljoen van en dat geven we aan, dacht ik, aan het Holocaustmuseum. Nee, dat moet dan ook weer naar die Gishaver toe. Oh, dat moet misschien niet op de radio komen. Dit museum, ja, stel je voor dat het er niet is. Hoeveel musea zijn er niet in de hele wereld over de Holocaust? Ik herinner me nog dat die meneer die het Washington Museum heeft opgericht, het Holocaust Museum in Washington, hier op bezoek kwam op Koninginnedag, dat Ted Mousaf en ik samen die man
rondleider, dan die geeft er wel een miljoentje. Nee, dus moet je daar komen, want daar staat, zeg. En hier, alles even moeilijk. Het is natuurlijk ook, daarom vind ik het toch nog leuk dat er meer dan 5 mensen zijn hier. Het is natuurlijk krankzinnig dat zoiets heeft plaatsgevonden. Een monument. En ik weet het, hier, dit is de conservator, dat is de beste die je ooit kunt vinden. Die, ja, kom op, zeg. Laat me nou maar eens in het publiek vertellen wat een geweldige kei je bent. Wat er hier inhoudelijk verteld gaat worden, niet over al die moorden, maar over ook hoe het geweest is hier. Hoe de mensen met de oorlog zijn omgegaan. Hoe je opgevangen bent of niet. Hoe de hele, ja, mensen zoals ik, er zijn er gelukkig nog een heleboel, toch met die oorlog te maken hebben gehad. Daarom vind ik het ook fijn dat de kleinkinderen hier zitten. Het is zoiets geks. En daar mag ook wel eens aandacht aan besteed worden. En hoe je moet omgaan daarmee. Er hoeven dan niet psychologen voor de deur te staan als je naar je onderduik terugkomt. Maar eigenlijk wel, misschien wel veel beter. Er is nog steeds heel, heel veel leed. Niet dat daar een museum moet staan, maar de wijze waarop jij dat gaat doen, ik weet, het wordt iets prachtigs, iets aandoenlijks, iets waar je kippenvel van krijgt. En je hoeft je allemaal niet te schamen. Maar je mag je wel afvragen, wat zouden onze ouders nou, wat hebben ze nou gedaan? De meeste mensen weten het helemaal niet. Ik weet nog dat ik moest uitleggen aan mensen wat Joden zijn. We waren helemaal niet zo anders. Nou, misschien een beetje, maar goed, dat doet er niet toe. Dit museum, ja, ik was ook erg. Ik vond het leuk dat ik. Dit is de mezuza die aangelegd moet worden. Bij ieder Joods huis is er dan een stukje uit het Oude Testament. Waar je dan, noem je dat? Gezegend, de zegen, als je binnenkomt, zoen je dat. En dat is, dat hebben we hier ook. Mij is toen gevraagd om dat te doen. Ik heb het toen gedaan zonder speech. Maar ik vond het wel heel fijn dat ik het mocht doen. En ik kijk om me heen. En er staat, was alleen maar voor mensen van het museum. Die stonden hier zo bij die beroemde tramhalte. En opeens zie ik allemaal mensen geweldig staan te huilen. Terwijl ik bijna niks zei. Alleen zei hoe belangrijk het is dat dit er is. En hoe ik het fantastisch vind dat u hier bent gekomen en wat jij allemaal doet. Bravo. Dankjewel, Jaap. Ik sluit dan af met een beeld waar je verder volgens mij niets meer over hoeft toe te voegen. Oh jee. Maar dat is, dat is een paar dagen nadat je de mezuza hier aansloeg. Oh ja, ja, ja. En toen we de deuren hebben geopend, ook was je daar vanzelfsprekend. En hier, wat zo mooi is aan deze foto, als ik daar dan mee mag afsluiten, is de vertegenwoordiging van de stad Amsterdam. Jaap, die tientallen jaren in de Raad van Toezicht, eerst in het bestuur en in de Raad van Toezicht, zijn bijdrage heeft geleverd. En Johan van Hulst in het midden, in wiens gebouw we zitten. En die natuurlijk symbool staat voor al die redders. De Toboelens, de Van Bladerens, de Hoekstra's, de Telders. Die hun handen uitstaken en levens hebben gered. Ja. Ook het jouwe en van vele anderen. Een mooi beeld om bij af te sluiten. Ja, maar voordat we dat doen, wil ik toch, want dat is ook gebruikelijk, begrijp ik, in deze setting. Ik ben iets uitgelopen. Esther Goebel houdt het meestal netjes binnen een uur wat we hebben afgesproken. Het ligt aan mij. Maar iedereen hangt aan je lippen. Je vertelt prachtig. Maar ik kan me voorstellen, je hebt zoveel verteld. Ik wil ruimte geven toch nog aan 1, misschien 2 vragen, mochten die er zijn uit het publiek. Dat kan nu. Er is een vraag. Ja. U zei dat het microfoon. Even, er komt een microfoon, ja. U zei dat dat ontdekt werd dat in Brabant meer Joden zijn gered dan elders. Dus de vraag is er een antwoord op? Ja, dat is er. Dat is er. Waarom sommige landen wel. Ja, die man is een. Hij is erop gepromoveerd. Er was iemand, een accountant. En die is erop gepromoveerd. En die wist ook te vertellen dat mijn vader makelaar was. Wat ik nooit heb kunnen bevestigen. En hij heeft gezegd, ja, ver weg van Amsterdam, ik weet het niet meer. Dus die promotie, ik weet niet meer hoe die is. Maar dan kunt u, ik wil het nog wel zoeken. Ik heb dat kaartje van Schoonenberg, heette die man. Weet jij het nog? Hij werkte bij het NIOD. De mensen waren daar nuchterder of zo. Ver weg van het Jodendom zelf. Ze waren hele nuchtere mensen. Zoiets was het. Ja, hij heeft het bewezen dat het zo was. Dat de mensen buiten de stad, en met name in Brabant,
zoveel gered zijn, relatief gered. En mijn vraag over wie zes was. Zes, ja. Had je al ervaring met omgang met Duitse militairen? En nu kwam opeens een heel ander soort militair binnen. Dat waren de Engelse Amerikanen. Op die leeftijd van zes had je daar al... Geen idee. Geen idee. Ik wist ook niet wat die Engelse officier was, reserveofficier. Ik had geen idee. Ik wist ook niet wat Duitsers waren. Ik weet nog wel... dat ik ook een keer ontzettende straf heb gekregen in dat torentje moest komen, dat er een soort razzia was in Laren. Ik zat op die Montessori school, dus midden in Laren, staat er een overvalwagen en dan krijg je een ding of het nou waar is of niet waar is. Verzin je het of heb je het gedroomd? Dat weet ik niet, maar ik herinner me dan of heb gedroomd dat ik ook met allemaal mensen mee in zo'n overvalwagen ben gestapt. En daar stonden ook, dat was wel Duits, want het was een taal die ik niet begreep. Moest hem aan Einsteigen, dat weet ik dan niet, maar dat zou ik dus nu bedenken. Dus ik ga die wagen in en ik kijk zo om me heen met allemaal volwassen mensen. En ik was 5. Ik dacht, hier hoor ik niet thuis. En toen ben ik weer afgestapt. Ik zei, vergissing of zoiets, ik ga weer naar huis. En of dat nou waar is of niet waar, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik weer geweldige straf kreeg. Want ik was te laat en ging dus weer naar dat torenkamertje toe. Dus, maar ik weet niks meer van Duitsers en niet-Duitsers en Engels. Onderscheid in uniformen? Geen idee. Je had ook nog een vraag. Ja, ik had ook een vraag. De dynamiek die jij had, ook in de staat zijn. De dynamiek, ja. Ja, de dynamiek van de persoonlijkheid. Heb je het idee dat het komt doordat... Dat weet ik niet. Ik heb geen medicijnen gestudeerd. Ik heb naar mijn zoon. Nee, ik denk dat het wel in mijzelf zat. Want ik weet wel van die Anneke van Bladeren dat ik zodra ik er aankwam, had ik een ledikantje. En ik heb dat de hele muur ingesmeerd met poep. Nou, dat was een soort van, toch recalcitrantie. Dus, een beetje rebels. Ja, een onheimisch. Je bent een beetje van je ouders vandaan. Niet dat dat nou iets van weet hoe dat was. Dus ik denk dat ik altijd wel een beetje rebels was. Ik weet wel meer stoute dingen. Dus die diavitamon. Ik was ondeugend, ik weet niet, rebels. Of nieuwsgierig, zeggen ze, of weet ik veel wat het was. Weet ik niet, je kunt beter aan familie vragen die me hier lang genoeg kennen. Sorry. Ja, dan rest mij om je hartelijk te danken. Ik vond het heel bijzonder om toch weer nieuwe details te horen van jouw oorlogsgeschiedenis. Je hebt zo'n associatief geheugen waar je ons meeneemt op uitstapjes langs verbanden die alleen jij kent. Waardoor het heel prettig is om naar je te luisteren, ondanks het feit dat het zo'n ongelooflijk zware geschiedenis is. De lichtheid maakt het ook dat we graag willen blijven luisteren. Nou, ik vond het geweldig. Dankjewel. Ik geloof dat Sarah nog iets voor je heeft namens het museum. Dankjewel. Oh, daar heb ik echt behoefte aan. Dankjewel, Sarah. Jij bent een schat. Ja. En knapper. Daar ga je.